Goeiedag. Ook het tweede deel van het weekend deze zondag verloopt met wolkenvelden met af en toe een paar leuke opklaringen ertussen door. Foto van gisterochtend. Maar ook vandaag kan zo af en toe de zon zich wel laten zien. Hoog zomer, zonnig en heel warm weer, dat zit er voorlopig niet aan te komen. Met aanvoeren vanaf de Noordzee, met en door de noordwestelijke wind. Veel wolkenvelden, af en toe de zon en lokaal kan er nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen is het vandaag droog. En vrij koel, cool, of gewoon koel cool voor de tijd van het jaar. Met vanmiddag in het uiterste noorden niet veel meer dan 16 of 17 graden. Ook langs de kust een graadje of 17 à 18. En diepland inwaarts 18 à 19 graden. Misschien in Limburg en in Zuidoost-Brabant nipt 20 graden. Tegen het normaal zo'n 23 graden in deze fase van de zomer. Nou ja, normaal is het nooit, maar dat is het langjarige gemiddelde, oftewel de norm. De wind komt uit noordwestelijke tot noordelijke richtingen. En is meestal matig vanmiddag zo'n rondkracht 3 aan zeewindkracht 4, daar wat meer wind. Morgen ook die noordwestelijke stroming. Dinsdag ook niet veel verandering. Misschien dan iets meer zonneschijn. Meteen een wat hogere maximumtemperatuur. Want morgen is het met een landelijk gemiddelde waarde van 17 naar 18 graden. Nog wat koeler dan vandaag. Maar dinsdag krabbelt de temperatuur wat op. De wind zwakt ook een bol vooraf. Rustig weer. We zien een hoge drukgebied of gebiedje in onze omgeving. Woensdag draait de wind naar noordoost of oost. En wordt het al wat warmer. Met ook wat vaker de zon. Een paar uur zonneschijn meer. Of het helemaal zonnig wordt, dat is even afwachten. En ook donderdag geregeld de zon erbij. Maar vanaf dat moment neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En donderdag wordt het nog wat warmer in Nederland. Gemiddeld over het land zo'n 24 graden. Maar in het zuidoosten en ook bij de vierdaagse kan het 25 tot 26 graden worden. Nou, afwachten maar weer. Bedankt voor het kijken. Fijne zondag verder.